Vorige keer in het ZEP eSport Race Kampioenschap zagen we een bloedstollend gevecht tussen Yannick en Jesse. Uiteindelijk pakte Xander P3, bleef Yannick haken op P2 en pakte Jesse het goud. Weekend. En na twee races waar de regerende kampioen Xander geen overwinning wist te halen, is de spanning helemaal terug in de competitie. Met nu ook Yannick en Jesse als grote kanshebber voor de titel. De strijd gaat verder op het circuit in de bergen van Oostenrijk. Met maar 10 bochten is dit een van de kortste circuits van dit seizoen. Toch is het een gevarieerde baan door de hoogteverschillen, een hoge topsnelheid van meer dan 330 km per uur op de rechte stukken. Maar toch lijkt de voorbereiding om deze race vooral over iets anders te gaan. Yo, kijk dit dan. Nee. Hoeveel stukjes worden hier gespeeld? Ja, wij hebben met de hele groep een groepsapp gemaakt, waardoor we samen kunnen afspreken om thuis te racen met elkaar. Hoe heet de groep eigenlijk, die WhatsApp groep die jullie hebben? F1Z eSports 2023. Heel origineel. De app begon eerst heel rustig, omdat we elkaar niet echt kenden, alleen toen werd het wel gewoon chaos. Eén iemand begint, stuurt één sticker, dan komen er twee van de ander en dan komt de ene groep nog overheen. Eigenlijk wil een beetje de jongens weten. Heb je nog wel stappen geroddeld over wat er allemaal in de... Ja. 300 meldingen al! We zijn nog niet begonnen! Ja, de WhatsApp-app groep is heel grappig. We hebben allemaal stickers gemaakt. En verbaas je niet als je telefoon ervan crasht. Ja, je hebt een sticker. Ik weet niet wie die heeft gemaakt, maar dat staat erop Nadal zo. En dat staat onder skill issue. In de eerste race zei Nadal heel vaak skill issue, maar hij was eigenlijk zelf het probleem. Dus daarom hebben we daar een sticker van gemaakt en nu gaat het een beetje rond. Ik ben een meme geworden. Zijn sticker is, ja, ze spammen niet eens de sticker van mij. Maar ik vind het wel eigenlijk grappig. Ik heb ze zelf ook wel. Skill issue of niet, voor het klassement telt maar één ding en dat is de punten. Yannick komt steeds dichter bij Xander en ook voor de derde plek is er strijd. In het teamklassement heeft Team Blue nog maar 10 punten nodig voor de eerste plek. We schakelen nu over naar commentator Dave, want die heeft het laatste nieuws over de kwalificatie. De kwalificatie is gereden en dit is de startopstelling voor de GP van Oostenrijk. Xander heeft daar een sterke kwalificatie P1 te pakken. Naast hem op de starting grid heeft Yannick P2 gereden. Jesse sluit de top 3 af door op P3 te kwalificeren. Ook een goede kwalificatie van Kevin, die vanaf P4 mag vertrekken. Let's go. Welkom bij de Grand Prix van Oostenrijk. Dit keer rijden we op de Red Bull Ring. Een korte baan waar de snelheid erg hoog ligt. Dit circuit beschikt over een lengte van 4,4 kilometer en heeft een totaal van 10 bochten. De lampen gaan aan en de coureurs maken zich op voor een spannende race. En we zijn vertrokken. Wie heeft er een goede start vandaag? Ze lijken goed. Meneer, met achterin gaat het mis. Twee coureurs klappen met elkaar de muren in en het zijn Daan en Wesley. Eens kijken of ze nog wel verder kunnen rijden. Hier vooraan in het veld geen veranderingen. De top 3 is nog steeds hetzelfde. Jesse hier die een poging wil gaan doen bij Xander. Richting bocht 2 gaat Jesse dan ook voor die aanval. Hier vanaf bovenaf kunnen we goed zien hoe de coureurs door deze bocht gaan. Vooraan sluit iedereen netjes aan, maar oh, achterin gaat het helemaal fout. Iedereen raakt en toucheert elkaar. Wat een drukte. Ze lijken allemaal een weg te kunnen vervolgen. En dan Jesse zit vol op de achterkant van Xander en hij zet de drukker vol op. Met een betere exit zit Jesse nu naast Xander aan de buitenkant. Gaat hij voor een poging buitenom. Ze remmen allebei heel erg laag, maar Xander blijft er nog steeds voor zitten. Xander duwt Jesse een beetje naar buiten, maar hij lijkt het toch netjes te doen. Maar nu Yannick heel dicht achter Jesse. Kan hij dan een poging wagen? Inmiddels komen we hier aan bij start-finish en is de eerste ronde gereden. De strijd om de eerste plek is ontzettend spannend. Xander zet ondertussen de snelste ronde neer en hij hoopt het tempo wat op te voeren. Oh, wat zit er Jesse toch dichtbij.
Dan hierachter in het veld hebben ze de eerste ronde overleefd en we hebben geen uitvallers tijdens de openingronde van Oostenrijk. Jep startte de race op P7 en heeft niet de beste kwalificatie achter de rug. We zijn benieuwd naar wat hij kan in deze race. Hier, Jess, hij lijkt de aansluiting niet te kunnen vinden bij Xander en Yannick zit volledig op zijn hielen. En zo krijgen we weer een vervolg van die strijd tussen Jess en Yannick. Yannick probeert het gat dicht te remmen om zo dicht mogelijk bij hem te komen. Maar hier achter die top 3 hebben we ook een gevecht tussen Gavin, Giel en Daniel. Kijk, wat komt die Giel dicht achter? Gavin remt laat, remt het gat helemaal dicht. Giel gaat de slipstream in en hij wil zich opmaken voor een aanval. Giel remt hier heel laat aan die buitenkom. Buitenom, dat gaat niet in deze bocht, Giel. Dat is niet te doen en ook Giel lukt het niet. En Daniel lijkt hem ook nog eens te gaan passeren. Maar oh, Giel houdt hem ervoor. Race wordt geleid door Xander, gevolgd door Jess en Yannick. We hebben een klein gaatje naar Gavin, Giel en Daniel. Hier Daniel die nog steeds die druk erop probeert te houden. Maar oordeel, wat doet hij daar? Hij verliest de achterkant en hij gaat de muur in. Daniel verliest nu die plek aan Jep. Hier in de middenmoot zit het gevecht heel erg dicht bij elkaar. Christian die het groepje leidt heeft hoge druk en hij moet alles op alles zetten om hun achter zich te houden. Laten we kijken wat hij kan doen. En daar gaat Jesse als allereerste van alle coureurs duikt hij de pitstraat in. Het is ronde 4, dus het is een hele vroege stop voor hem. Eens kijken wat hij in de volgende rondes kan doen. Tim, de teamgenoot van Jesse, zit heel, maar dan ook heel dicht achter Wesley. Met veel meer snelheid zet hij hem ernaast. En wat gaat hij doen? Hij kiest voor een aanval aan de buitenkant. En dat zal hij laat moeten remmen. Ja, ja, ja. En dat doet hij. Hij schuift op naar plek 15. En dan Xander nog steeds aan de lijn, in gevolg door Yannick. En ik denk dat Xander deze ronde ook een pitstop zal maken om zo'n undercut tegen te gaan. En ja hoor, daar gaat Xander naar binnen voor zijn pitstop. Dit zal een spannende worden bij het uitrijden van de pitstraat. En dan is dit de nieuwe leider van de race en zijn naam is Yannick. En daar komt Xander die pitstraat uit. Waar komt hij terecht? Kijk eens. Jesse heeft de leiding overgenomen en zo heeft de undercut gewerkt. Wat een strategie van Jesse. Xander zal zijn weg naar voren moeten vinden, maar gaat hij hier voor een actie? Ja, daar is hij van heel ver ernaast. Oh, wat een actie, ongelooflijk. Dan hier, Jesse, die in het gevecht is met het team van Geel. Hij zal er zo snel mogelijk voorbij willen, maar wat gebeurt daar met Christian? Hij valt stil. Nee, motor. Het lijkt zijn motor te staan en ondertussen komt Yannick de pitstraat in voor zijn stop. Dat meen je niet, wat een pech voor Yannick. Wat een drama. Hij heeft geen goede dag. Komt hij langs Christian? Gaat hij door die bocht? Gaat hij dan gelijk die tweede pitstop maken? Of wacht hij nog? Oh nee! Hij vliegt er al van een pech. Oh, dan rijd je zo'n goede race. Je had die race misschien wel kunnen winnen, jongen. Yannick is ondertussen weer op de baan. Gaat hij dan toch voor die tweede stop? Hopelijk gaat het deze keer wel goed. En terug op de baan komt Yannick uit op plek 9. En nu Yannick is teruggezakt, hebben we een nieuwe P3. Zijn naam is Jep, maar ook hij zal volop moeten vechten. Achter hem zitten Gavin en Giel die ook een podium ruiken. Hier Xander, hij zit er inmiddels volop bij Jesse. Hij wilt en hij zal er straks voorbij gaan. Want het tempo van Xander lijkt ijzersterk. We kijken naar Daan, die na een moeilijke start veel posities verloor, maar inmiddels lekker op weg is. Hij komt hier achter zijn teamgenoot terecht, gaat hij voor een aanval. Daan heeft veel meer snelheid, hij kan hem zo aan de binnenkant zetten. Hij gaat voorbij aan zijn teamgenoot Thijs. Hier Daniel, die zich op dit moment bevindt op plek 6. Hij lijkt steeds dichter bij het groepje te komen die aan het strijden is voor P3. Kan Daniel een poging wagen in de komende rondes? Achter in het veld is het een stuk rustiger dan voorin. Voor in het veld is de spanning om te snijden met fantastische gevechten. Maar hier hebben we Nadal en Stef die met elkaar een gevecht aangaan voor P12. Nadal die buitenom probeert te gaan, dat kan niet. Maar het is Stef die zijn auto wijd en breed maakt en hij blijft zo op plek 12.
Ronde 11 van de 12 is ingegaan. En oh, 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 wat zit Xander dichtbij. Xander probeert de buitenkant, maar Jess houdt zijn auto breed en hij verdedigt hier die binnenkant. Onderweg naar bocht 2. Xander duikt de slipstream in. Het is Jesse die probeert de slipstream te breken. Binnenkant, binnenkant, binnenkant. Ja, 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 ja. Xander pakt de leiding in ronde 11. Klein blokkerend wieltje, maar wat een prachtige actie. Fantastisch van Xander. Jesse laat het er niet bij zitten en hij wil gelijk die leiding terug hebben. Gaat hij voor een actie buitenom? Dat zien we niet vaak. En hij gaat inderdaad buitenom en hij remt mega laat. Xander remt ook laat, laat zijn auto langzaam naar buiten rollen. Jesse heeft geen schijn van kans. Dan Giel die hier vol onder druk staat van Daniel voor P5. En die druk wordt hem te veel. Hij gaat wijd door het grind. Daniel haalt hem in en schuift door naar P5. Dan hier Xander. De laatste ronde is ingegaan voor de raceleider. Hij begon vanaf pole position en na een onrustige race staat hij nu weer op P1. Wat een start van het seizoen voor hem. Nog 2 bochten te gaan in Oostenrijk en dan wordt er afgevlagd na 12 rondes. Wat een race en wat een gevechten. Xander lijkt hier op start-finish af te komen. Gaat hij het doen? Jesse blijft erachter en Xander pakt P1 met een gouden rand. Fantastisch! Jesse heeft P2 en pakt het zilver. En een goede race voor een team van Wind, want Jep pakt P3 en sluit zo het podium af. Fantastisch gedaan vanaf zijn 7e startpositie. En zoals altijd eindigen we met een knal. De race is gereden en dit is de uitslag voor de GP van Oostenrijk. Xander wint de Grand Prix en pakt een volle 25 punten. Jesse pakt P2 en het podium wordt afgesloten door Jep op P3, die vanaf P7 moest komen. Daan is uitgekozen tot Driver of the Day vanwege zijn vele posities winst en zijn mooie inhaalacties. P4! Lekker. Weet je wat het ding was? Mijn band stond op 0. Linksachter stond op 0%. Ja, maar je moet ook niet te gaan winnen. Ja, klopt, maar ik ging alvast. Nou, daarom maak ik wel een zieke undercut. Nee, ik miste de pitbox. Oh, oké. Okay. Ik had veel punten kunnen pakken. Maar uiteindelijk toch weer mijn motor opgeblazen. Ik snap het echt niet wat er is gebeurd in Oostenrijk. Christian ook. Ik denk gewoon dat het ongeluk is en dat de volgende race gewoon weer beter gaat. Vierde, ben je net geen derde. Net geen en ik had hem ook bijna. Je had hem bijna. Had je op het podium gestaan? Ja, voor het eerste. Ja, voor het eerste nog helemaal niet, hè? Nee, ik had geen grip meer. Dat precies hetzelfde. Dat is ongeluk, dat heb ik ook gehad. Dat is een beetje, daar kan je niet echt veel aan doen. Ja, ik heb gewoon heel erg genoemd, hè. Gisteren, tweede. Ging goed, ja. Dat ging er eigenlijk zo goed. Eigenlijk, ik had wel de pace en de, ja, alles zat mee vandaag. Dus ja. Einde met groot gevecht met Given en Daniel. Ja. Die kwamen opeens heel dichtbij, dus daar moest ik voor aanpassen. Maar ik heb ze achter me gehouden. Dus. En had je verwacht dat het eigenlijk best wel makkelijk zou gaan? Of had je gedacht dat het moeilijk zou krijgen? Ik denk dat het sowieso moeilijker is dan vorig jaar. Jesse en zo zijn best wel snel. En Yannick ook natuurlijk. Ja. En ook nog een paar andere trucks zijn echt heel snel vergeleken met vorig jaar. Dus. Ja, je hebt ook een heel goed team genomen. Ja, je hebt dus een heel goed team. He? Ja, en hij haalt ook goede punten, dus ook weer goed voor het team. Oostenrijk zit erop. Een ware veldslag, maar heel goed gedaan. Het beste team mag naar voren komen en dat is Team Wit! Ja! Het was te verwachten, hè? Team Wit, kijk eens even. Goed gedaan, Xander, alsjeblieft. En deze is voor je. Mag een groot applaus voor Team Wit! Heel goed. Er waren een paar races die natuurlijk niet zo lekker gingen. Maar gelukkig zijn we weer terug en we gaan proberen deze titel door te trekken naar de andere races. In het teamklassement is Team Lime toch weer teruggevallen naar de laatste plek. Verder zijn er geen veranderingen in het klassement. En dan de individuele prijzen. De bronzen plak gaat naar Jep! 2 keer, jongen, alsjeblieft. Goed gedaan. En dan de zilveren plek gaat naar Jesse. Ja, Jesse, alsjeblieft. Heel goed. Zilver, heel goed. Zeker uit de langzame bochten had ik gewoon niet genoeg tractie meer. Dus ja, het was over en uit met de pret. En ja, Sander ging weer met goud vandoor. En dan de gouden plak gaat naar Sander. Sander, alsjeblieft. Hartstikke goed gedaan, jongens. We verlaten Oostenrijk en gaan naar Groot-Brittannië. Silverstone. Xander heeft de grens van 200 punten gepasseerd en versterkt zijn positie in het kampioenschap na 2 races zonder overwinning. Rune valt steeds verder terug in het kampioenschap, want ook Jep heeft hem ingehaald in het klassement. Op 9 juli zijn we terug met de GP van Silverstone. Vergeet
Vergeet niet te abonneren zodat je niks mist.